In januari 2013 nam Ajax Dejan Melech over van FK Vojvodina uit Servië. En tot nu toe speelt Melech vooral zijn wedstrijden in Jong Ajax. En net als de rest van het team heeft hij het niet makkelijk om de juiste vorm te vinden. Maar ondanks een moeilijk begin van zijn tijd in Amsterdam is Melech wel steeds meer op zijn plek bij Ajax. Of course it's a good club. I think it's the best club in the world for young players. So yeah, for me it's most important that I'm adapt here on this life in Holland. For me it was difficult because I'm from another country, so it's always difficult to come in a new country to meet a lot of new people, new friends around you, new teammates, so new language. Of course everything was good, but I adapt new now. So no, I'm happy because I'm in Ajax. Melech deed in de voorbereiding op dit seizoen in een oefenwedstrijd tegen Putten mee in Ajax 1. En daar stal hij de show met een prachtig doelpunt. Sindsdien deed Frank de Boer echter geen beroep meer op Melech. En dat is teleurstellend voor de Serviër, maar demotiveert hem allerminst. Even if I'm not in first team now, I try to do my best. I try to learn new things to be prepared on the style of Ajax playing. For me that was new also. And then you need to adapt as soon as possible. And to get into the first team, but I always said I need first to deserve the chance, and I need to my playing in Jong Ajax. I need to show them that I deserve the chance. Hij wacht op zijn kans, maar ik heb hem ook wel verteld dat als je wacht in voetbal, dan ben je meestal te laat als het voor het grijpen ligt. Maar met zijn kwaliteiten verwachten wij wel veel van hem, en hij heeft het niet makkelijk. Alleen nu. Moet Dejan die moet ook de onderste steen bovenhalen en moet laten zien dat hij heel graag in het eerste elftal wil spelen. It's always room for improvement and from the game I think if you play a lot of games in a row then you get more confidence and you get a good feeling and yeah for me it was difficult because I was injured you only need to be fit and then with the games I will come. Vanavond speelt Jong Ajax thuis tegen Jong PSV. Melech speelde eerder dit seizoen tegen de Eindhovenaren. Waarschijnlijk zijn beste wedstrijd voor Ajax tot nu. Ja, yeah, I remember first half was too bad for us. Was 2-0 for PSV. And then in the dressing room in the halftime, trainer gave us some motivation. And second trainer Giorgio Graru, he gave us motivation. And yeah, in second half we do our best and I remember I was second half was I don't know I was flying on the pitch so I scored 2 times and I hope it will be again with PSV but now I feel fit and now I feel fresh so I'm ready for the next game and I hope we will win.